De Green Grand Prix hebben wij vandaag gekeurd. Het was weer een gelopen race. Voor de een beter dan voor de andere plant. Er waren 5 prijswinnaars. Eentje heeft, zoals ook we net hoorden, niet meegedongen naar een prijs vanwege de kans te geven om een keertje terug te keren. En een andere hebben we toch wegens min of meer misleiding hebben we die laten passeren. Omdat er volgens de titel meer beoogd werd dan dat er een werkelijkheid was. Maar goed, dat terzijde. Ik wil beginnen met de bronzen plant. Van de 20 planten hebben we er 5 een prijs toegekend. De bronzen prijs die gaat naar de Skimmia Desire. Zeg ik dat goed? Ik mag een prijs uitreiken aan. Mag ik hem even? Wat zeg je? Ja. Bolwijn. Ik moet altijd even spieken, want ik ken de planten beter dan de kwekers. Skimmia Japonica Gold Series Desire. Is hier iemand van de firma? BNB klant? Ja, BNB. Goed, we gaan hem later overhandigen. Een bronzen prijs voor deze Skimmia. Vanwege toch de moeilijkheidsgraad in het kweken op een mooie onderstam en vanwege de bestvorming. Wat ook niet zo heel simpel is. En ik heb me laten vertellen binnen onze jury dat hij op persoonlijke basis een betere prijs had verdiend. Maar dat we ook naar andere dingetjes kijken. Zilver. Mag ik het zilver noemen? B-classificatie. We hebben A, B en C. We gaan hem gewoon B noemen. Thuja Occidentalis Primo. Mag ik de eigenaar van de Primo naar voren krijgen? Ook niet te zien. Mooie Thuja. Aparte groeiwijze, goed als solitair plant en afwijkende habit. Dank je. Ook een B-classificatie gaat naar Helleborus Niger Winterval. Mooie kleine Helleborus. Ah, hier komt de mevrouw van Floral. Ik ga u feliciteren. Doe dat graag, hè. Fijn. Helleborus Winterval. Mooi klein plantje. Compact. Bloemetje rechtop. Stevig blad. Prachtig. Ja, dat is fantastisch. Ongelooflijk zelfs. Alsjeblieft. Klassificatie A. Dus. Een van de 2 eerdere mooie prijzen wordt gewonnen, is gewonnen door Piracanta Coccinea Orange Star. Kom jij die afhalen? Ja, die wil ik wel afhalen. Oh, leuk. Ja, toch? Ja, gefeliciteerd. Prachtig. Mooi bezet in de bes. Op 1-jarig goud, want de omschrijving van 2-jarig goud, maar wij hebben geconcludeerd dat het 1-jarig goud was. Dus ik zou dat veranderen in de omschrijving, want dan ga je nog meer punten mee krijgen. Super. Gefeliciteerd. Wil je erbij of niet? Wil je erbij? Goed, dan hebben we nog een A-classificatie. Natuurlijk een plant dat deze beurs denk ik de topwinner gaat zijn. Ficus Carica Little Miss Figgy. En als ik me niet vergis, kijk eens, dag jongen. Kijk eens. Planttip gaat nog iets meer krijgen. Jij krijgt hem nu van mij, want bij die andere prijs hoort ook een mooie
Jeetje, dat weeg wat. Gefeliciteerd. Een mooi bokaal in een kleinere vorm. Ter aandenken van. Gefeliciteerd. Ik geef het nog een keer. Ja, kijk. Ja. Hoe zit het?